De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, FOLS, is ermee content dat het onderwijs nu volledig af is van het doorstroomsysteem. Marcelino Nerkes, president van de FOLS, onderstreept dat dit systeem geen voordelen heeft opgeleverd. Het geeft een beetje doorstromen had twee kanten, wat de minister ook. Ze had ook met ons gesproken, hoor, met de FOLS. Wij waren meer voorstander van een pilot. Pilot, dat ding. Maar uiteindelijk, ik kan niet op de stoel van de minister gaan zitten. En ze hebben het full geïntroduceerd. En dan kan je doorstromen, maar geef nog een blik, je stroomt door. Maar misschien beheers je die leerstof van die klas niet. Dus ergens ga je vastlopen. Ja? En kennelijk moet dat gebeurd zijn. Wij zijn het product van een rapport elk jaar. Een rapport elk jaar, rapport elk jaar. En het heeft ons geen wind erg gelegd. En uiteindelijk dan sluit je af met een getuigschrift, noem maar op. Ja? Maar doorstromen, het heeft een ander psychologisch effect voor die kinderen gehad. Ik heb een artikel geschreven toen. Ik ga gratis over. Het komt uit mijn brein. Het is iets dat werkelijk gebeurd is. Ja? Dat kind is doorgestroomd, is thuisgekomen. Oma, ik ben gratis over. De conceptie die er toen was, maakte het moeilijk om af te leren. Het systeem is nu afgeschaft en geleidelijk aan is het weer wennen, maar de meeste leerkrachten zijn voorstander van een rapportsysteem. Voor wat mij betreft geeft de kinderen een rapport. En die kinderen kunnen zien, van luisteren, ik moet me inzetten om een bepaald resultaat te hebben. Zichtbaar, van hieraan moet ik werken, hierin ben ik goed en als ik dit heb, dan ga ik naar de volgende klas. Dat hebben die kinderen nodig. We moeten niet proberen alles van het buitenland, alles uit het buitenland gaat direct werken in Suriname. We zijn nog een land in ontwikkeling. Wat op Sint Maarten werkt, of op Aruba werkt, of op Curaçao werkt, of in Nederland werkt, hoeft hier nog niet te werken. We zijn een land in ontwikkeling en bovendien hebben we het geld ook niet. Het volledige gesprek met Nerkes kunt u bekijken in ons actualiteitenprogramma. In gesprek met vanavond op kanaal 12.1.